Goedemorgen, het is 7 december en dat is een feestdag bij ons. En ik weet ook nog niet of ik een cadeautje moet kopen. Dat heb ik nog niet, want vandaag zijn Gideon en ik 22 jaar bij elkaar. We kunnen het altijd heel makkelijk uitrekenen. We zijn namelijk in 2000 bij elkaar gekomen op 7 december. Dus we kunnen het heel makkelijk uitrekenen. In 2000, dus 2022, is 22 jaar. En daarvan zijn we 12 jaar getrouwd. We zijn namelijk getrouwd nadat we 10 jaar verkering hadden. Dus ook makkelijk tellen. Dus 12 jaar getrouwd vandaag en 22 jaar samen. Dus ja, toch wel een feestdag. En ook iets wat heel veel mensen niet meer halen. Dus ik ben er wel trots op. En ook als ik zie wat we allemaal hebben meegemaakt aan ellende. Ook met mij, ook wel met hem. Allemaal dingen. Die natuurlijk ook privé zijn, maar we hebben veel meegemaakt. Ook met kindjes verliezen en zulke dingen. Dat, ja. We hebben veel meegemaakt en we zijn er doorheen gekomen en we zijn nog steeds bij elkaar. En ik ben nog net zo verliefd op hem als vroeger. Hij is ietsje voller en ik ook. Maar dat past goed bij elkaar en dan kunnen we lekker knuffelen. Ik hou van je, Gideon, bij deze, als je de video kijkt. En ja. Op naar de volgende 22 jaar. Op naar de oneindige jaren, zeg ik altijd. Voor altijd en altijd tot in de eeuwigheid. Mwah. En dan gaan we nu over naar alle vakjes 7. Ik wou dit even gezegd hebben. Essie. Nummer 7. Speciale dag dus. Ik vergeet het nooit weer hoe Indy en Jess in hun trouwpakjes liepen. Te cute. Indy dacht zelf dat ze de bruid was. Er is een filmpje van op YouTube. Die staat niet onder mijn naam. Maar dan moet je even zoeken op Marieke zingt voor Gideon. Dan zie je mij in de trouwjurk met mijn hele familie als koor staan. En Indy zit naast Gideon alsof ze zelf de bruid is. Dus Marieke zingt voor Gideon. Zoek die video maar zo. Essie, een hele mooie kleur. Lichtroze, maar daar zul je wel waarschijnlijk wat meerdere lagen van op moeten doen. Voordat je ook echt een kleur krijgt. Anders is het denk ik iets te doorschijnend. Mademoiselle nummer 13. En het is een kleiner flesje. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Ik krijg hem niet op beeld zoals hij is. Want hij is ietsje rozer. Maar wel erg mooi. Ja, top. De volgende is van ASOS nummer 7. Helemaal onderaan. Nou zag ik alles in elkaar. Ja, dat dacht ik al. Nummer 7. Blijf de verpakking heel erg leuk vinden. Kijken. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is van Oskia Londen. Een Renaissance Mask. Ik heb geen idee. Ik ken dit echt niet. Zal ik eens laten zien hoe het doosje eruit ziet. Ook handig, Marieke. Ik heb echt geen idee. Laat ik gewoon even open. En af en toe kijk ik even naar de tijd op de camera. Want... de camera doet een beetje raar en stopt er dan zomaar ineens mee. Dus dit is het potje. Draai hem even voorzichtig open. Als ik hem weggeef, ik heb er niet in gezeten. Ah, nee, er zit ook een beschermlaagje overheen. Dan laat ik hem mooi zitten en dan kijk ik later even precies wat het inhoudt. En of ik het zelf hou of weggeef. Want Indy is nogal gek op deze maskertjes die je zelf lekker kunt smeren. En zij doet het liefst met een kwast, dus... die kwast heeft ze nog van de Body Shop van de adventskalender van 2 jaar geleden, zoiets. Sephora, dit moet ik zo even gaan oplossen, want dit dondert nou echt... eigenlijk hoort hier plat te liggen, deze kalender, dus ja. Sephora, nummer 7. Zit er redelijk wat in, denk ik. Ja. Oh, lekker. Het is Moroccan Oil Hydrating Shampoo. Die blijft hier. Ruikt ook altijd zo lekker. Oh ja, echt heel lekker. Ja, dit is voor normaal hydrating. Voor all high types. Dit is altijd handig. Maar dit is natuurlijk ook handig om te bewaren voor als je op vakantie of zoiets gaat. Dus voor een weekendje weg. Even kijken. De kerstballen nummer 7. Waar sta je? Ik dacht zo even in de kerstboom kijken. Die is donker. En dan zie je haast het getal niet staan. Dus nummer 7. Ja, kijk. Nou zakken ze naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Ga jij eens terug. Ga terug. Je hoort hier nog niets. Blijf.
Blijf op je plekje. Zo, hebben ze. Dus je zag die nou alweer naar beneden, maar dat zien we dan alweer. Het is een Mickey Mouse bal. Een blauwe met witte sterretjes erop. Dat vind ik altijd mooi. En past altijd goed bij ons in de Disneyboog. Dus ik ben heel benieuwd naar de Disneyboog. We zijn dit jaar wat later met kerstboom en alles. Vanwege de drukte, maar hij komt wel. En met nieuwe kleuren. Ik heb de kleuren toevallig erachter liggen. Roze en lila holographic. Iets heel anders weer dan normaal. Dus we gaan het zien. Nummer 7 van de Funko Pop kalender. Maar er gisteren onder andere Pluto. Dat vond ik zo schattig. Oh, de verpakking gaat naar binnen. Oh, dat doet pijn in je vingers. Even kijken hoor. Die pink is het kleinst. Ja, zo wil het wel. Kijk, was de bedoeling dat je ze dan allemaal heel mooi neerzet hier. Maar ja, goed, dat past niet. Dus doe het zo. En het is ook een prima oplossing om zoveel mogelijk kalenders te bergen hier. Oh, wat is dit? Oh, dit is grappig. Het is zo'n Christmas cookie, maar dan van Mickey Mouse. Hij is ook echt plat. Zie? Zo'n Christmas, ja, een kerstkoekje, zo noemen ze dat. In Amerika heb je van die poppetjes, die koekjes, hebben ze ook een speciale naam voor. Ik dacht gewoon Christmas cookies, maar het is dan een Mickey vorm. Zie? Echt als kerstkoekje. Ah, superleuk. Echt heel leuk. Krijgen we meerdere Mickey's uit, had ik al door. Dus nummer 7 van Poepa Milano. Ik hoop niet weer zo'n kwastje. Nee, dat is het niet. Het is een multi-nail care. 7 in 1. Wees multifunctionele wees voor je nagels. Nou, maar 7. Multi Nail Care 7 in 1. Wat is er dan 7? Maar al deze producten zijn ook los te kopen. Als het is bij de erkende verkooppunten. Dus daar kun je het ook zien. Dat was Poepa Milano. En dan onze zelfgemaakte kalender. En volgens mij was nummer 7. Ja, zit een cadeautje in. Volgens mij was deze van Rochelle. Even kijken. Ja, deze heb ik van mijn nichtje gekregen. En die vond het heel moeilijk om cadeautjes voor mij te kopen als het geen beauty mocht zijn. Dus ze vond haar cadeaus een beetje stom. Ze zegt, ik had er moeite mee en ik vind het helemaal niet leuk. Nou, dat zal ik dan beslissen of het wel leuk is. En jullie ook allemaal. Het zit in ieder geval goed verpakt en mooi met strikjes. Dan moet ik het nog open krijgen. Het is vast niet stom. Een eau de parfum. Parfum is toch niet stom? Fine Gold 999.9 Woman Eau de Parfum. Het ziet er wel heel chic uit trouwens. Ik ken het niet. Maar er zit ook een diamantje aan de zijkant. Boven zit een plakkertje. Onder zit ook een plakkertje. Nou, dan moet ik die van bovenaf maar losmaken. Even kijken, ligt er nog een schaar? Nee, natuurlijk niet meer. Moment. Zo, los. Oeh, het zit in gewoon in zo'n meenemen verpakking voor in je tas. Uber handig, maar er zit ook een dopje op. Of is het een rollertje op? Het is een roller. Nou, ik heb nog niks op vandaag, dus. Even goed losmaken. Eerste paar keer. Nou, het ruikt heel erg lekker. Wacht even hoor. Oh, nou komt er echt. Eerst een paar keer rollen gaat hij altijd heel droog. Oh, het ruikt heel lekker. Ik weet niet waar hij van is, maar het ruikt echt vet lekker. Niet zoet en niet super sterk, weet je wel. Maar ook niet te zoet. Super. Heel blij mee, Rochelle. Dus niet zo klagen dat jij geen cadeaus kunt kopen. Hij is hartstikke leuk. Dat was hem dan alweer. Zeker weten. Niks overgeslagen. Nummer 7. Overal gehad. Voordat ik dat weer ging krijgen. Denk ik. Heb ik die gehad? Ja. Zo niet, dan hoor ik het vanzelf van jullie. Dus doe een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie morgen.